Het district Brokopondo heeft geschiedenis geschreven. Dit zegt Kenya Pansa, districtscommissaris van Brokopondo, in het kader van het bezoek van Prashant Kumar, zoon van de Indiase president Ram Nath Kovind, aan het district gisteren. Zo hoopt de burgermoeder verder dat hiermee de eerste stap is gezet naar meer positieve ontwikkelingen tussen India en Suriname in het algemeen en het district Brokopondo in het bijzonder. Prashant Kumar is bij zijn aankomst verwelkomd door de DC, Remy Sordam van Kersten Group en de bewoners van het district. De presidentszoon was vergezeld van zijn vrouw en twee kinderen. Kumar was zeer onder de indruk van de manier waarop ze zijn ontvangen en vindt het bezoek aan Suriname geweldig. The traditional welcome was beautiful. The people of Brokopondo who met us here when we arrived, they were very warm and very friendly. And they did a very beautiful traditional welcome, which we've all enjoyed. We've all experienced that. And I think it's very typical of the people of Brokopondo, what they've done over here. And we've enjoyed that, and we're very thankful for that also. We're very happy to be here. It's a beautiful country, and we're very happy to see that people from different countries, from different races, different backgrounds, they've all settled here and they've all made it a home. But basically, it's a very beautiful country. People like you, people like what we met today, and warm, friendly, and we are enjoying our stay here. And I think the weather is amazing, so we're all having a nice time. Yeah. We must thank you for hosting us here. Tot zover Prashant Kumar, zoon van Ram Nath Kovind, president van India. DC Pansa stelt dat Kumar van de natuur wilde genieten en dus zelf gekozen heeft een bezoek te brengen aan het district. Samen met zijn gezin heeft hij een groot deel van de dag doorgebracht in het Berg en Dal Resort. Na een boswandeling en een boottocht langs verschillende dorpen zijn ze teruggekeerd naar de stad. Pansa is zeer tevreden en praat over een groot succes voor het district. Helemaal. We zijn bijzonder blij met deze dag. De zoon van de president van India, meneer Kovind, is op bezoek in Brokopondo met zijn gezin, assistent van de president. Namelijk een delegatie dus die close werk met de president heeft hij meegenomen. Ze zullen zich straks zelf aan u voorstellen, want ik wil hun naam niet verkeerd uitspreken. We zijn verrast, want we wisten wel dat hij zou komen, maar het is op maandag is het bevestigd en we hebben het gedaan zoals Brokopondo dat altijd doet. Mensen naar binnen brengen zoals de mensen hier zijn. Warm, liefde en hoop geven. En dat hebben we vandaag hebben we getoond aan India, want hij vertegenwoordigt zijn vader hier vandaag. Zodat de band tussen Suriname en India en in het bijzonder district Brokopondo nauwer wordt en dat God de voortouw krijgt, want het zijn ook gelovige mensen, dat we samen zullen werken aan de opbouw van ons land. Want we zijn vele vlaggen onder één natie en dat heeft India vandaag gezien en ik ben bijzonder blij met deze dag. Wat betekent dit bezoek voor Brokopondo? Geschiedenis. Het is de eerste keer dat een president van India in het Zuid-Amerika komt. En dat zijn zoon en een attaché, dus een delegatie uit zijn kabinet, voet zet in Brokopondo. Ze konden voor ergens anders kiezen, maar ze hebben gekozen voor Brokopondo. Dus Brokopondo is gezegend, het district van rijkdom, groei en talent. En we blijven groeien. Tot zover DC Kenya Pansa gisteren over het bezoek van Prashant Kumar, zoon van de Indiase president aan het district Brokopondo.